jouw BFF. Nicky Maxwell ken je natuurlijk als de hilarische hoofdpersoon uit de populaire boekenserie Dagboek van een Muts. In het nieuwste boek uit de reeks, BFF's voor Even, doet Nicky mee aan een schooluitwisseling. Ze mag voor een week naar Northampton Hills, een internationale en prestigieuze school. En dan moet ze natuurlijk op zoek naar nieuwe vriendinnen. Maar er is om te beginnen al een behoorlijk groot probleem. Drama queen Mackenzie Hollister, een ratelslang met lipgloss, Nicky's grootste vijand, zit namelijk op die school. Maar het wordt nog erger, want op Northampton Hills wordt ze gekoppeld aan Tiffany Davenport, de meest trendy NPM, mooi populair meisje van de hele school. Een diva die verslaafd is aan het maken van selfies. En deze Tiffany is misschien nog wel erger dan Mackenzie. Hoe slaat Nicky zich daardoor heen? Ondertussen droomt Nicky over een schoolreis naar Parijs. Komt crush Brandon langs, helpt haar zusje Brianna bij het koken, want zij is een totale kluns in de keuken. En mislukt Nicky's zelfgemaakte gezichtscreme volledig met dramatische gevolgen. Het is ook niet voor niets een dagboek van een muts, zullen we maar zeggen. BFF's voor Even, avonturen van een niet zo vriendelijke vriendin, is natuurlijk een must-have voor de fans van deze serie. Een boek waarin een aartsvijand een vriendin kan worden. En waarin de spontane Nicky haar grappige opmerkingen en fantasieën wederom de vrije loop laat.